hele goede morgen aan deze kant. Het is vandaag alweer vrijdag en we leven op vrijdag 2 juli om 8 minuten over 10. En ik moet om 11:30 dit keer moet ik bij fysiotherapie wezen in plaats van Halloween park. Dus ja, moet je er ook eerder uit. Ik weet niet wat het weer doet. Het regent zie ik daar. Het miesert. Oh jee, ja, we krijgen rot weer. Ik denk dat ik zo meteen een taxi bel voor die tijd. Ja, want ik ben ook bang van onweer, zoals jullie al wellicht al weten. En we hebben ook al onweer zouden we krijgen. Dus ja, ik weet het ervan allemaal niet. Ik ben er al de doodste van. Ja, er wil er eentje naar boven toe, maar er zit er nog eentje aan de andere kant. Want ze hebben allemaal al eten gehad. Ik heb al eten gehad, ik heb nog koffie staan. Dus komt allemaal goed. Ik wens jullie in ieder geval een welkom bij mij. De nieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Ik hoop dat het bij jullie misschien beter weer is. En zo niet, nou ja, dan ben je zelf het zonnetje in huis. Ja toch. Het is nog wel steeds ook warm, ook buiten. Het is heerlijk. Qua temperatuur. Dat, ja, dan zit je er toch nog steeds zomers erbij. Ik hoop dat de regen toch wel weer mee gaat vallen wanneer ik er doorheen moet. En dat is zo'n beetje tegen 11 dat ik me klaar moet gaan maken. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. En ja, maak er wat van. Ja, en vooral wees lief voor elkaar. Voor iedereen. Ook voor diegene die je niet kent. Even een schouderklopje of een goedemorgen. Dat kan al heel wat doen bij iemand die altijd maar alleenig is. Dus zo doen. Ja. Ik zou zeggen, doe dat ook voor deze vlog. Allebei de duimen omhoog. Dan komt alles toch goed. Ik zou zeggen, tot later. Ja, goedemiddag lieve vrienden. Ik ben weer thuis. Ik was maar met de taxi dus weggegaan naar fysiotherapie. En ja, ik heb een hele tijd moeten wachten totdat ik weer werd opgehaald. Ik heb een dik uur zitten te wachten, kan je nagaan. En dat ik thuis kwam was die meneer dus heel erg stout. Nee, ik hou jou niet aan. Nee, ik laat het je weten. Want hij heeft schone laken op de bank, maar dat schone laken dat zit weer onder het bloed. Ik laat het jullie maar niet zien. Nee, hij heeft weer aan zijn staart zitten te vreten. Hij had weliswaar geen melkkorrel voor, maar wel zijn kap. Dus hij heeft weer best, zijn best gedaan om zijn kont en zijn staart wat in die kap te leggen. Ja. Maar ja, het zonnetje schijnt momenteel. Ik heb de deur wel weer open. Maar het is ook nog best bewolkt. En er wordt onweer voorspeld en nog meer regen voorspeld. Dus we blijven maar lekker thuis vandaag. Ja. Mooi weer komt er wel weer aan. Met het weekend geloof ik, of net na het weekend, maar in ieder geval het komt er weer aan. Nou ja, dan wachten we dat toch af. Ja, en dan gaan we wel weer rondtoeren hoor. Komt allemaal wel weer goed. Ja, maar die meneer, ik ben niet trots op hem, nee. Hij is stout. En dat laat ik hem gewoon eventjes wel voelen, want hij weet het donders goed dat hij stout is. Ja, ze zeggen van een hond, die begrijpt het niet. Ze kunnen maar zoveel minuten onthouden of zoveel seconden, dat is bullshit. Want anders had hij niet gauw weggekropen dat ik binnenkwam. Normaal komen ze naar je toe, want dan zijn ze blij dat jij weer thuis komt. Nee, hij kroop weg. Ja, bang dat hij op zijn sodomieten kreeg. Nee, ik aai hem gewoon niet. Ik geef hem geen pak slaag. Dat helpt niet, want je slaat het er alleen nog maar in en er niet eruit. Maar ik laat hem gewoon wel voelen. Ik geef hem geen aandacht. Nee, .nl. Hé, Ewin? Hoe is het met jou, meisje? Hé, Janno? Hoe is het met jou dan? Ben jij lief? Jij, hè? Ons meisje is lief, hè? Ja, die is wel lief, hè? Ja. Knorrenpotje. Dat ik ga lekker een bakje koffie maken en daar ga ik lekker van genieten. En ik heb zin in weer een broodje. Ja, ik heb vanochtend vroeg gegeten. Ja, logisch. Nee, nou is zin in wat. Dus ik neem even een broodje met wat lekkers erop. En dan bak ik koffie erbij. En even mijn hoofd leegmaken. Ik ben echt back en back af. Kwam ik thuis.
legde er in het mandje, bij de, die ik aan de voordeur heb hangen. Ja, medicatie. Dus ja, ik was weg, dus sorry. En dan komen ze het weer brengen. Nou, dat is toch lief, ja hoor. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ook van jullie dag. En ik hoop dat jullie kunnen genieten, dat het bij jullie mooi weer is, beter weer is, weet ik veel. Maar geniet in ieder geval, ja. Dan komt alles goed, ik zou zeggen. Tot dan. Ja, goedemiddag lieve vrienden. Het is al heel, heel erg laat. Het is al 9 minuten over 5. Maar dat had allemaal zijn redenen. Ten eerste ben ik al... vanochtend vroeg was ik bij tijd wakker. Maar jullie weten, ik moet dan een maagtablet innemen. En ik mag dan niet eerder eten wanneer die ingewerkt is. Dus dan blijf ik nog eventjes een half uurtje lessen. Nee, ik ben niet in slaap gevallen. Nee. Maar toen belde Kari. Die lag ook nog lekker op bed. Dus ik ben er wel bij gaan zitten. Maar ik heb mij verkeerd gedraaid. Nou doet die kant van mijn nek ontiegelijk veel pijn. Zodanig dat ik er best beroerd en misselijk van ben. Heb ik een hele tijd nog met haar zitten te praten en te doen. Gewoon meer dan een uur aan de telefoon gehangen. Wel 2 uur. Dus ja, was ik al die tijd boven. Maar het doet er niet toe. Alles goed en wel. Ik heb mijn nek ingesmeerd met tocotolin. Menthol. Hielp niet. Ik ben nog weer even gaan liggen. Hielp niet. Medicijn ingenomen. Hielp niet. Ik heb nog een potje tocotolin, maar dan tijgerbalsem. Heeft ook niet gewerkt. Ik ben er nou echt stront en stront ziek. Van. Echt beroerd. Het is niet normaal meer. Maar ja, dan kom je beneden en ik gooi gelijk de tuindeur open en vrolijk naar buiten. En ik zit op de wc en hoor ik de poort open gaan. Ik ken het nou. En dan hoor ik iemand zeggen van, waar is je nou? Ja, ik zit hier op de wc. Was het Astrid? Die kwam weer onverwacht. Oké dan. Dus ja, maar ik moest ook nog naar de FOMA toe en ik wou eigenlijk over de markt, omdat ik beroerd en ziek en onderweg ben. Boeien, lekker belangrijk, ik wou dat graag. Nou ja, ik ben niet over de markt geweest, nee. Ik ben wel naar de FOMA geweest, Astrid is helemaal mee geweest, helemaal een blokje omgedaan. Even hier langs, even daar langs, even hier kijken, daar kijken, ja. Net hier ook hebben we weer afscheid van elkaar genomen. Zij naar huis gaan en ik naar huis. Ik denk, ik ben zat, ik wil naar huis. Ik heb boodschappen gedaan bij de FOMAR. En ja, ook voor... Ik weet niet of jullie hem zien kunnen. Ik denk het wel. Ja, voor wie? Nou nee, niet voor Karin. Nee, daar heb ik al wat anders voor. Dit weet ze, wat daarin zit weet ze lekker niet. Nee. Dat komt ook nog even in een papiertje, maar dit is voor een andere. Iemand die deze maand jarig wordt. Dat is mijn jongste dochter, Katja. Ja. Die mag ik dus nog steeds niet zien van haar mentor, maar die mentor die is gek, ja. Ik heb er dan bijna deze maand, wordt het 2 jaar geleden, dat ik er voor het laatst heb gezien. En ach ja, ik hoop dat het ooit weer eens goed komt. Maar oké, daar is deze kaart dus voor mijn jongste dochter. Ja, dat komt ook wel weer goed. Die neem ik mee naar Karin, dan kan die er ook even een stukje erin schrijven. Ik zal er wat in schrijven en dan natuurlijk ook Karin. En dan op de post. Ja, komt het helemaal goed. Maar in ieder geval, lieve vrienden, het is dus laat geworden zoals ik al zei. Het wordt natuurlijk ook later en later en later. De afwas heb ik nog steeds niet gedaan, maar dat komt nog wel. Ik
ga straks nog een hapje eten. Daarna gaat het in de vaatwasser. Ja, dan kan het er allemaal nog, nou ja, hopelijk erbij. Dat zien we dan wel. En anders maar niet, heb ik pech. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie namiddag. En ik hoop dat jullie, het is vandaag trouwens zaterdag en het is 3 juli, dat vergeet ik helemaal. En ik weet ook niet of ik vandaag nog meer filmpjes toekom, ik weet het echt niet, want ik heb ook de lamp heb ik momenteel opgeruimd. Maar oké, dat komt ook allemaal wel goed. Het is nu inmiddels 14 minuten over 5. En ik zou zeggen, smakelijk eten voor degene die zo meteen gaan eten. Voor de anderen die het al achter de kiezen hebben, een hele fijne, liefdevolle avond. En als ik jullie helemaal niet bespreek dat het bij één filmpje blijft, nou, dan hebben we lekker pech gehad. Simpel zat, breien we het aan de andere dag vast. Aan de zondag desnoods. En dan komt het allemaal wel weer goed. En ik zou zeggen, voor later welterusten, lekker slapen met de mooiste dromen die je maar wensen kan. En graag inderdaad tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei! Ja, lieve vrienden, het is alweer 13 minuten over 8. Ik zelf moet nog eten. De dieren hebben al eten gehad. Enkel Frode die pakte weer een bek vol met droge brokken. Nou ja, dat staat er toch altijd voor hem klaar. Kijk. Hé? Hopie dopie, of niet dan? En ja, en ik kan nog steeds mijn nek niet draaien vanzelf. Dus dat doet behoorlijk zeer. Maar ik heb wel weer een plaatje gemaakt voor op Facebook. En ik heb een filmpje gerenderd. Dat kan naar YouTube toe. Dus dat doe ik straks. Ik ga eerst nou zelf even aan mezelf denken. Om eten in mijn lichaam te krijgen. Ja, want dat moet toch ook gebeuren? Ja, toch? Ja, vind ik van wel. En dat komt allemaal goed. De soeppan die staat al op. Daar heb ik lekker kippenvleugeltjes in. En de rest dat is zo opgewarmd, dus ja, dat had ik gisteren al klaargemaakt, maak voor 2 keer, 2 avonden klaar, dus komt ook allemaal goed. Lekker, 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 lekker. Hè? Ja nou? Lekker, lekker hè? Ja. Pardikkie. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later, maar weer. Ja, ik had al afgesloten, ik denk nou, het kan nog, het is nog licht en ik dacht eraan, ik denk nou ja, doen we het nou weer. Tot morgen, doei.